Het aandeel Tesla staat op dit moment zo'n 6% in de plus voorbeurs en dat is op zich best opvallend, want vanochtend nog dacht ik. Dat het aandeel juist vandaag wel in de min zou gaan. Omdat we het nieuwsbericht hadden dat de fabriek de Gigafactory in Shanghai voor de komende geloof ik vier dagen wordt gesloten. Omdat Shanghai weer voor een gedeelte in een lockdown zit. Dus dan is het zeker wel opvallend waarom het aandeel in één keer 6% in de plus staat. Ik ging even kijken naar het laatste nieuws. En toen zag ik al vrij snel dat Tesla een aandelenspissing heeft aangekondigd. En dat wordt bijna altijd wel heel erg positief ontvangen door beleggers. En in deze video wil ik dan even kort gaan kijken naar het nieuws. Wat heeft Tesla aangekondigd? Wat kunnen we eventueel verwachten? Wat is er bij de vorige aandelen splitsing van Tesla gebeurd? Maar laten we het ook even vergelijken met een aandelen splitsing bijvoorbeeld van Apple nog een paar jaar geleden. Om dan een beetje te kijken van wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we verwachten als je al aandeelhouder bent of misschien aandeelhouder wilt gaan worden? Dat wil ik dus gaan bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Nou, een van de middelen die ik gebruik om dat te bereiken is door middel van beleggen. En zoals de vaste kijker inmiddels wel weet, is Tesla een behoorlijke positie geweest van mij. Ik ben hem steeds aan het afbouwen naarmate de koers verder stijgt. Maar laten we eens even gaan kijken naar het laatste nieuws en wat mij dus eigenlijk opviel. En dan als eerste even de website van uh, Yahoo Finance. We zien hier voorbeurs, pre-market, zo'n 6,1% in de plus staan. Oftewel, op dit moment lijkt het erop alsof t, als de beurs nu zou openen, het aandeel voor 1073 dollar verhandeld gaat worden. Terwijl het juist afgelopen vrijdag is gesloten op 1010 euro. Uh, Yahoo Finance geeft altijd wel, dat was, vind ik altijd wel interessant, ook door middel van de app op je telefoon kun je wel eens een beetje een beeld krijgen van wat gaan aandelen vandaag waarschijnlijk doen. Ik wil niet altijd zeggen dat als het voorbeurs in het groen staat ze ook daadwerkelijk in het groen gaan openen, maar het geeft een beetje een idee. En kijken we dan naar het laatste nieuws en pak ik even beleggertools.nl. Het aandeel Tesla. En scrollen we naar beneden en dan zien we hier de laatste nieuwsberichten en deze zijn eigenlijk van de laatste acht uur. Nou, ten eerste dus vanochtend al het nieuwsbericht eigenlijk dat de productie stil ligt in Shanghai juist vanwege die uh, lockdown die daar opnieuw plaatsvindt. Dus dat zou juist negatief zijn al. Is misschien niet heel negatief, want het is tot nu toe in ieder geval maar voor een paar dagen. Maar vrij snel daarop zien we wel nieuwsberichten komen dat Tesla heeft aangekondigd dat ze een aandelen splitsing willen gaan doen. En dat is nog niet zeker. Dat is namelijk iets dat ze nog voor moeten gaan leggen aan de aandeelhouders. En dat doen ze tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering. En Kijken we hier dan naar een nieuwsbericht van Barron's, dan lezen we ook dat Tesla zich nu aan het voorbereiden is op een, uh, op een stocksplit. Dat doen ze door middel van een tweet die ze naar buiten hebben gebracht. Uh, Tesla will ask shareholders to vote at its year's annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stocksplit. Oftewel, ze gaan eerst voorleggen van mogen we het aantal aandelen uitbreiden? En dat. Ja, de reden dat ze dat willen doen is juist door een aandelen splitsing. Nou, het wordt goed ontvangen, zoals ik zei. Dat we ja, hebben al eerder gezien dat Tesla dit ooit heeft gedaan. Bij veel andere bedrijven wordt het namelijk ook vaak goed ontvangen. En de reden vaak die wordt gegeven is dat dan particuliere beleggers makkelijker een aandeel kunnen kopen. Nu is het dus zo'n 1000 dollar of 1100 dollar. Stel er komt weer een stoksplit aan, een aandelen splitsing van 5 tot 1. Dan, daalt de koers, of dan wordt het koers 5 gedeeld en is een aandeel dus ongeveer 200 tot misschien 210 dollar waard, 220 dollar op dit moment. En dat is voor veel uh, kleine beleggers dan ook vaak aantrekkelijker, bereikbaarder. Nou gaat dat argument niet altijd meer op. Want vooral uh, veel meer nieuwe aanbieders, en zeker ook in Amerika, bieden fractioneel, uh, fractionele aandelen aan. Dus je kunt al een gedeelte van een aandeel kopen. Dus als je voorheen maar 100 euro had te besteden, had je toch voor 100 euro een gedeelte van een aandeel van Tesla kunnen kopen. Maar uh, toch wordt het op een of andere manier altijd positief ontvangen. We lezen ook dat de laatste keer dat Tesla dit deed. Ook een 5 uh, tot 1 stoksplit was. Ik wil trouwens niet zeggen dat dat nu weer gebeurt. Maar die kans is wel aannemelijk. Het zou bijvoorbeeld ook 10 tegen 1 kunnen zijn, zodat een aandeel naar 100 dollar gaat. Um, dat we de laatste keer was in augustus 2020. En toen zagen we juist dat de koers van het aandeel vanaf de aankondiging tot de daadwerkelijke aandelen splitsing met 80% steeg. Dat kunnen we hier niet heel duidelijk uithalen. Dus laat ik even overstappen naar Trading View. En als we hier dan kijken, dan zien we hier de koers van afgelopen vrijdag, dus rond de. 10 of uh, ja, 1010 dollar, nu zo'n 1080 dollar. De laatste maanden hebben we behoorlijk wat pieken en dalen gezien. Maar het gaat juist dus om de laatste splitsing En die was in augustus. Dat zien we hier door middel van de S, de split. En dat was toen een 5 tot 1. En die werd aangekondigd op 31 juli, geloof ik. Uh, even kijken waar het is. Oh nee, dat was voor mij bij Apple. In ieder geval, geloof ik, werd die hier aangekondigd. En als we dan even gaan meten vanaf. Dat punt naar de top. Zien we hier ongeveer zo'n 75. Nou, het zal een beetje komen door het inzoomen. Maar uiteindelijk was het een stijging, als we wel even in gaan zoomen om het precies goed te doen. Laten we zeggen dat het daar ongeveer werd aangekondigd. En daar de daadwerkelijke splitsing was. Zo'n 80% zoals we ook in het nieuwsbericht zagen. Dus dat is vaak ja, heel erg uh, by the rumor, sell the news, Want dat ging hier ook op. Uh, toen de geruchten er waren, en het was misschien niet eens een gerucht... het werd gewoon aangekondigd, verdubbelde het aandeel bijna. Maar op het moment dat het eigenlijk dan juist gesplitst werd... tot misschien een paar dagen later, dan krijg je dus uh, by the rumor... maar vooral ook zelden nieuws als het eenmaal is gebeurd. Ja, hebben we niks meer om naartoe te leven. Zien we eigenlijk dat in een korte tijd van zo'n zeven dagen tijd... het aandeel vervolgens met bijna 35% daalt. Dat zien we vaker gebeuren, dus is zeker... ...voor de lange termijn beleggers zal het niet uitmaken. Maar je kan hierop inspelen... ...en misschien spelen veel mensen... ...swingtraders, daytraders hier ook wel in, op in... ...omdat ze weten dat dit soort fluctuaties... ...er zijn. Die zagen we dus eerder... ...in het geval van Tesla. Maar ook... ...bijvoorbeeld naar Apple. Gaan we bij Apple kijken... ...zien we ook in 2020... ...een stoksplit. En... ...deze werd dan wel, zoals ik zei... ...op 30, 31 juli... Uh, ...aangekondigd. Nou laten we weer vanaf dat... ...punt meten ongeveer naar de... Moment dat het daadwerkelijk plaatsvond, dan zagen we zo'n 35% stijging. De, de dagen erop nog wel iets meer. Maar laten we zeggen, vanaf dat punt tot een korte periode later. En dan moet ik even zoeken waar het was. Daar, dan laten we zeggen, twee, drie weken later, zien we ook daar gewoon een daling van 20%. Het is wel zeker wel dat de koers hard stijgt op dit soort nieuws. Maar als het eenmaal is gebeurd, vaak ook in ieder geval weer hard onderuit gaat. Welke gevolgen heeft het dan voor het aandeel? Nou, op zich niet zo heel veel, behalve dat de koers van het aandeel gaat veranderen. Heel veel andere dingen zoals de beurswaarde verandert niet. Uh, Oké, okay, de koers van een aandeel wordt door 5 gedeeld, maar het aantal aandelen wordt keer 5 gedaan bijvoorbeeld. Dus de beurswaarde blijft hetzelfde. Het volume zal wel iets veranderen, omdat ook het aantal aandelen dus verandert. PI-ratio's blijven hetzelfde. Alleen als we naar de checklist gaan kijken. Um, ja, de wijziging in aandelen is trouwens ook niet zo. Een stocksplit wordt hier op zich niet in meegenomen. Het is vaak zo, juist als er meer aandelen worden uitgegeven... bijvoorbeeld voor beloningen of juist wel om geld op te halen... dan wordt dat hierin meegenomen. Een aandelen splitsing op zich niet. Dus het is niet zo dat hier in één keer dadelijk 500% staat... omdat er een aandelen splitsing is. Wat er wel zal gaan veranderen, dat zien we terug in de cijfers. En dan zullen we vooral zien... De omzet blijft hetzelfde, maar juist de winst per aandeel zal veranderen. Want de winst is in principe hetzelfde, alleen het aantal aandelen gaat keer 5. Dus bijvoorbeeld de winst per aandeel, de IPS, die zal dan door 5 gaan. En dan lijkt het dus in ieder geval voor op als het wordt goedgekeurd, dat het eerste kwartaal wat dan gaat komen, als de winst bijvoorbeeld hetzelfde blijft, dat we daar in één keer wel een behoorlijke daling in de IPS zien in de winst per aandeel. Maar dan moet je in ieder geval in de gaten houden waarom dat is gebeurd. Kijken we dan nog even naar mijn eigen positie van de aandelen Tesla die ik heb. Nou, ik heb mijn portfolio bij de Giro. Daar koop ik al mijn aandelen, al mijn ETF's. Mocht je nog een account willen openen, ze hebben op dit moment trouwens ook een actie. Krijg je 50 euro te goed voor de eerste transactiekosten die je maakt. En een affiliate link om een account te openen vind je onder deze video terug. Maar gaan we dan naar mijn portfolio en kijken we. Dan zien we hier onderaan dat ik op dit moment nog 50 aandelen van Tesla heb. Daar sta ik behoorlijk in de plus. Al zijn dit ook vertekende beelden, want mijn gemiddelde aankoopkoers lag op ongeveer 100 dollar. Maar juist door de vorige splitsing verandert uh, de gemiddelde aankoopkoers. Lijkt het volgens de Giro in ieder geval alsof je de aandelen eigenlijk verkocht en vervolgens opnieuw koopt tijdens de splitsing. En is dit dus een vertekend beeld? Uh, niet zo heel lang geleden, ik denk begin vorige week ongeveer, dat ik mijn positie nog dubbel zo groot was, want ik heb inmiddels in twee keer 25 aandelen verkocht. Kunnen we trouwens ook al even gaan kijken naar de transacties, naar de geschiedenis. En dan is dat... Uh, hier moeten we denk ik kijken. Ja, hier zien we het. De 18e zelfs, iets meer dan een week, twee weken geleden, is dat ik uh, 25 aandelen verkocht op net geen 900 dollar. En toen vorige week nog een keer 25 aandelen. Op uh, iets meer dan 1000 dollar per stuk. Nou, wat heb ik met dat geld gedaan? Onder andere heb ik de SP, mijn ETF, uitgebreid. en vervolgens ook um, All World uh, VWRL. heb ik uitgebreid omdat ik juist die posities, een um, bredere spreiding voor de lange termijn wil. Vind ik het dan jammer dat natuurlijk dat. Uh, ik had beter langer had kunnen wachten, ja natuurlijk. Maar dat is altijd achteraf, altijd makkelijk praten. Uh, de reden dat ik verkocht heb was voor mij heel duidelijk... dat bij bepaalde koersen ik gewoon een gedeelte zou verkopen. En dat heb ik dus uiteindelijk ook gewoon uitgevoerd. Ik heb emotie uitgeschakeld. In ieder geval een groot gedeelte proberen uit te schakelen. En toch gewoon die verkopen doorgezet. De reden dat ik heb verkocht heeft gewoon te maken... met de waardering die ik heb gemaakt voor het aandeel. Dat op dit moment de koers toen al vond ik te hoog voor wat het waard was... Op dit moment, volgens de informatie die we nu hebben. En daarom dacht ik, dan verkoop ik het eerste gedeelte bij 900 dollar, vervolgens bij 1000 en waarschijnlijk bij 1100, 1200 of zo. Dan ga ik nog een keer kleine gedeeltes verkopen. De reden waarom ik het doe is ook vooral um, te maken met de snelle stijgingen die we zien. Um, kan ik misschien even naar een lijn gaan kijken? Dan zie je dat vaak een harde stijging, ook hier was dan de aandelen splitsing die werd aangekondigd, gevolgd wordt door een harde daling flinke stijging, flinke daling. Hier gaat het nog een beetje, maar dat zal waarschijnlijk met goede cijfers te maken hebben. Maar ook eind vorig jaar zagen we dat het in één keer van 800 dollar naar meer dan 1200 dollar ging, maar eigenlijk vrij snel ook weer omlaag, omhoog, omlaag. Zijn we nu weer op een heel laag punt. Ik weet niet wat de toekomst gaat doen. We zien nu een flinke stijging. Waarschijnlijk zal die gevolg gaan worden door een flinke daling, maar hoe ver het stijgt, hoe ver het daalt, dat weet ik niet. Dus daarom ga ik juist uit van mijn eigen waardering die ik heb gemaakt voor het aandeel. Ik zal hem even ergens hier in de hoek plaatsen of onder de video van de laatste video die ik heb gemaakt, welke aannames ik toen deed en wat voor mij dus de motivatie was om in ieder geval telkens kleine stukjes te gaan verkopen. En daarmee komen we dan aan bij de samenvatting van deze video... ...en dat is in ieder geval dat Tesla nu heeft aangekondigd... ...dat ze voor willen gaan leggen... ...dat er een aandelen mogelijk gemaakt gaat worden... ...en dat die waarschijnlijk dan dit jaar zal worden uitgevoerd... ...maar ja, dit moeten ze dus nog eerst voorleggen aan de aandeelhouders... ...en dat doen ze tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering. Grote kans denk ik wel dat het goed wordt gekeurd... ...dat dan waarschijnlijk een 5 tot 1... ...of misschien een 10 tot 1 aandelen wordt uitgevoerd... ...waardoor het aandeel uiteindelijk zal dalen als we de huidige koersniveau aanhouden naar 200 dollar of misschien zelfs wel 100 dollar afhankelijk dus van hoeveel de splitsing inhoudt op zich heeft het niet heel veel gevolgen behalve voor de winst per aandeel alle andere dingen blijven eigenlijk gelijk en ook de beurswaarde van het bedrijf blijft gelijk al zal er nu waarschijnlijk wel eerst een flinke rally komen de koers zal hard omhoog gaan maar wanneer de splitsing komt is de kans denk ik dan ook groot dat dit weer hard daalt, op dat, dat moment heel veel mensen het waarschijnlijk weer zullen gaan verkopen. Dat is in ieder geval iets wat we hebben gezien bij, uh, bij de eerdere splitsing van Tesla, maar ook bij eerdere splitsing aandelen splitsing van bijvoorbeeld Apple, waar het wel een voordeel voor heeft is voor de mensen die in opties handelen, want opties koop je eigenlijk altijd per 100 aandelen. Als dan de koers van een aandeel in één keer door vijf gaat. En je moet 100 aandelen kopen. Heb je in ieder geval minder geld nodig om een optie uit te voeren? Dus voor dat soort beleggers, daar is het wel interessant voor. Maar laat ook vooral weten wat jij denkt van het nieuws, van de waardering van de koers en wat jouw verwachtingen zijn voor in ieder geval de korte termijn. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.